op zaterdag 14 november meerden Sinterklaas en Sint Pieten terug aan met de boot in ons land. In Antwerpen stonden heel wat kinderen de Sint op te wachten. Dit jaar zijn er weer geen stoute kinderen. Dat wist onze kindervriend te vertellen van op het balkon van het stadhuis. Het doet ons veel plezier dat jullie ons zo hartelijk ontvangen en dat jullie weer met zoveel zijn om ons te begroeten. Van 31 oktober tot 11 november vond de boekenbeurs in Antwerpen opnieuw plaats. Dit jaar stond het in het teken van jongeren. Dante bracht het boekenfestijn in beeld met een timelapse. Hij leest het liefst van alle strips. Gewoon alle gewoon zinnen, dat vind ik niet zo leuk. Tekeningen maken het veel spannender. November stond in het teken van Movember. Mannen lieten hun paarden staan om geld in te zamelen voor het goede doel. Maar wat vinden jongeren nu zelf van paarden? Dat is al niet mis. Ja, iets minder. Ja, die eerste was toch het beste. Wel een mooie. Dat is te veel. Dat is veel te veel. De aanslagen deze maand in Beirut, Parijs en Bangkok kwamen uitgebreid in het nieuws. Ook het dreigingsniveau werd in Brussel opgetrokken naar niveau 4. Hierdoor werden veel evenementen afgelast. Dat allemaal ontging kinderen en jongeren niet. Ze stellen zich er dan ook vragen bij. Hoe je als jeugdwerker hiermee moet omgaan, is een lastige taak. Gelukkig heeft de ambassade een flowchart ontwikkeld die je op weg helpt. Je kan deze bekijken op www.ambassade.be. Het is toch wel naar de toekomst toe dat wij toch wel iets moeten veranderen daarin. En de mens is dus de oorzaak, de grootste oorzaak. En de mens moet dus ook zorgen dat de mens eigenlijk een verschil erin kan maken. Ik vind dat wel iets heel erg. Ik denk dat we daar allemaal schuld aan hebben. Ik denk dat er daar ook niemand gaat aan kunnen ontkomen. Ik denk dat we een collectieve oplossing daarvoor moeten vinden, vooral. In de media hebben we het constant over de grote oplossingen die aangeboden worden. Maar ik wou dat er voor de gewone burger af en toe wel iets werd gegeven van bijvoorbeeld dat wij eraan kunnen doen. Bijvoorbeeld minder met de auto naar het werk gaan of zo. Kleine veranderingen dat wij in ons leven kunnen doorvoeren. Ik rij sowieso al niet met de auto. Dus voor de rest probeer ik wel op van al die dingen te letten. Maar zelf weet ik ook niet heel goed wat ik eraan moet doen.